Dag dames en heren, crypto traders. Welkom bij de Weekse Crypto Markt Update. En we zien dat de cryptomarkten wederom in de min staan. De meeste, de alts een beetje in de plus, maar Bitcoin onder de 10.000. En de Bitcoin dominance is nu 64,5%. De market cap is fors onder de 300 miljard dollar gedoken. Staat nu op 273 miljard dollar. Nou, Ethereum nummer 2 natuurlijk. Consolideert een beetje rond de $215 en XRP op 31,5 dollar cent. We hadden een behoorlijk turbulente week. Vorige week bijvoorbeeld ook dat Facebook aan een grill werd onderworpen door de senatoren. En dat is natuurlijk een goed teken. Anderzijds is ook dat meer wordt gekeken van ja, Facebook, hoe machtig is Facebook met een Libra? En een ander ding is, het is allemaal gecentraliseerd. Dus als jij al je hebben houden, dus ook coins heeft zoals dat wordt gelanceerd, bij Libra stalt en Facebook trekt de stekker eruit, ja, dan ben je natuurlijk je geld kwijt. Dus dat wil je ook niet. Dus er zitten heel wat haken en ogen aan. Positieve ontwikkeling is ook dat Bekt, dat is een dochter van ICE, Intercontinental Commodity Exchange. Meen ik, en dat is een digitaal handelsplatform waaronder ook NYSE valt, New York Stock Exchange, die ongeveer 1,5 biljoen shares trade, zadig wat, 1,5 miljard aandelen veranderd per dag. En ja, die zijn bezig om een soort BTC-backed, dus met andere woorden fysieke levering contract te starten binnenkort. Alleen binnenkort is misschien dit jaar of volgend jaar. We zijn nu aan het testen en dit is toch wel een gamechanger. Want nu is nog steeds op CBOE en CME zijn we contracten, future contracten verhandelbaar. Maar die zijn namelijk in dollars gesetteld. Dus dat is toch een mooi USP voor Bekt. We zullen zien wat er gaat gebeuren op het front van regelgeving. In Duitsland is ook het een en ander bezig. En in Duitsland is de Duitse waakhond die heeft aangegeven dat crypto businesses die moeten ook volgend jaar aan nieuwe eisen voldoen op het gebied van anti-money laundering, AML regulations, die wil come into effect. Dus dat wordt geëffectueerd volgend jaar. En op zich is het een goed teken dat dus meer entiteiten of ook privépersonen vanuit anonimiteit in de niet-anonimiteit terechtkomen. He, je moet als je wallet gaat installeren dan bijvoorbeeld in Duitsland dat je moet legitimeren wie je bent, waar je woont, etc. Dus dat komt eigenlijk wel de industrie ten goede, denk ik. En ook een andere law firm in Amerika of in Duitsland moet ik zeggen. Dat is namelijk Hengeler Müller. Die heeft ook de regulation welcomed. En hij zegt namelijk ook dat, quote, the technology has not yet been accepted by institutional investors because a reliable legal framework is missing. Unquote. Dus heeft Smees op zich een punt. Dus Christian Smees, dus een advocaat van Hengeler Müller. En die zegt, ja, als je meer duidelijkheid hebt, een goed framework, legal framework hebt op cryptogebied, ja, dan komen instituten ook wel over de brug. Maar goed, vorige week hebben we aangegeven dat Bitcoin behoorlijk onder druk stond. Ook onder de 10.000 gedoken is. We hebben zelfs een low erin geprikt, bijna bij de 9.000. Ik verwacht eerlijk gezegd nog wel een verdere daling richting de 9.000 of misschien in het ergste geval 8K. We zien namelijk op dagbasis dat de Kumo van de Ichimo Cloud Indicator, die noteert in het groen, nog steeds upsloping, oftewel iets licht positieve trend. Alleen je ziet wel een behoorlijke daling sinds vanaf 14.000 piek in juni. To be continued, Bitcoin onder druk, ik blijf flauw negatief gestemd. Ethereum, die heeft vandaag weer de $200 getest, staat ook aanzienlijk onder druk. En dit is een behoorlijke aderlating, gewoon gehalveerd vanaf de top in juni tot aan bijna de 180. En dat is toch wel zorgwekkend voor Ethereum. En
En het komt eigenlijk op neer dat als je een halvering in Bitcoin hebt van 14.000 naar 7.000, zou dat zijn. Nou, 7.000 is nog lang niet aangetikt door Bitcoin. En dat betekent eigenlijk dat Ethereum het toch slechter doet dan Bitcoin. Nou, je ziet ook een forse downtrend in Ethereum. Ik had eerder gezegd verwacht dat Ethereum eerder, een paar weken geleden, toch hoger zou gaan. Nou goed, ik heb ook vorige week of onlangs aangegeven dat $180 als target zou worden gehit. Nou, we zijn niet laag gekomen dan $190, maar wel onderweg. De Ichimoku Cloud Indicator, de Kensington en de Tankinson. De Tankinson lijn, die is, dat is de blauwe, die volgt op de voet de koers. De rode is Kensington lijn, die hangt erboven. Het is een death cross. Dus Ethereum is not out of the woods yet. Dus ik zou zeggen ook short. In ieder geval pak je winst op Ethereum als het kan. En ja, $200 is een leuk niveautje natuurlijk. Maar mocht dit niveau weer wordt doorbroken, dan is $180 de eerstvolgende level. En dan $160 in het ergste geval. Dat is voor deze korte marktdate. En ik wens jullie heel veel succes. Mijn naam is Jan Robert Schutte, CryptoCaddy. Hasta la vista.